Hi, ik ben Stacey Seedorf, State of Mind Trainer bij State of Mind Network. En ik zat me af te vragen of jij weet wat het gevaar zou zijn van positief denken. Positief denken is op zich klinkt het heel erg leuk en heel erg aardig en heel erg lief en heel erg positief. En toch is het zo dat het ook een negatieve lading heeft, gek genoeg. Heel veel mensen hebben een soort van... die zijn een soort van panisch of zo. Die hebben een soort allergische reactie als je het hebt over positief denken. Terwijl dat op zich ook al iets zegt over die personen. Want ja, heel veel mis met positief denken kan het toch niet zijn, zou je zeggen. Maar wat is dat nou met positief denken, negatief denken? Wat is het? Waar komt het vandaan? Wat is het effect op je leven? En hoe kan je dat een beetje in de hand houden? Nou, laat ik om te beginnen zeggen dat men op positief denken vaak reageert. Ja, oh, heb je weer zo'n positieve denken? Zogenaamd is alles altijd maar positief. Is altijd alles maar leuk. Bestaan er geen negatieve dingen? Zijn er zogenaamd geen tegenslag? Het is een balans hoor. Het is een yin en yang. Altijd positief zijn en positief denken, dat kan helemaal niet. Hoor je echt heel erg veel. En dat is best wel jammer op zich. Omdat het een bepaalde kleur geeft aan het positief denken eigenlijk. Terwijl, vraag je eens af, de tegenhanger van positief denken is negatief denken of pessimistisch zijn. En vraag je eens af waarom je dat zou zijn. Als je toch een keuze zou moeten maken, positief denken of negatief denken, het is dus al een keus. Maar waarom zou je dan kiezen om niet positief te willen denken? Kijk, hoe je in het leven staat, of je nou positief in het leven staat of negatief, of dat je een optimist bent of een pessimist, hoe je in het leven staat wordt vaak bepaald door dingen die je in je leven meemaakt. We worden allemaal eigenlijk vrij neutraal geboren en we zitten met alles wat we doen en alles wat we voelen, zitten we altijd aan de positieve kant. En dat komt vooral omdat baby's die echt net geboren zijn en tot een bepaalde leeftijd, die zijn niks meer dan liefde. En liefde is nou eenmaal positief. Of een negatieveling vind ik het heel vervelend om dat te moeten zeggen. Maar liefde is iets positiefs. Ik ga je uitleggen wanneer het een negatief effect kan hebben. Maar kinderen die geboren worden, jonge kinderen, kinderen die nog niet echt een beetje vergiftigd zijn door de volwassen wereld, zijn positief. Ja, dus negatief zijn, pessimistisch worden, of pessimistisch zijn, is een aangeleerd gedrag. Ja, er zijn altijd dingen gebeurd waardoor je een negatieve instelling hebt, of een negatieve blik hebt, of een negatieve houding hebt ten opzichte van alles wat er gebeurt, of ten opzichte van iedereen misschien wel. Het heeft altijd te maken met een angst of een soort onzekerheid over bepaalde dingen waar je toch zekerheid over wil hebben. En aangezien je onzeker bent, aangezien je niet zeker weet of het lukt, dan maar naar de negatieve kant, want dan ga je altijd uit van het slechtste. Hoe vaak horen we dat laatste niet? En toch zijn er ontzettend veel pessimisten, echt. Er zijn ontzettend veel mensen die een negatieve inslag hebben bij de manier waarop ze het leven beschouwen of aanschouwen of hoe ze het beleven. Hoe komt dat nou? Er moet iets zijn dat ze hebben of dat ze helpt of dat ze een goed gevoel geeft bij het pessimistisch zijn. Anders dan zijn ze het niet. Nou, een van die redenen kan zijn dat je, als je pessimistisch bent, sta je eigenlijk op een of andere manier altijd aan de goede kant. Want of de afloop is positiever dan je had verwacht. En dan ben je er eigenlijk blij mee. Want dan gebeurt er dus iets leuks. Wat je niet had verwacht. Omdat je pessimistisch bent. Dus dan is het altijd goed bij die uitkomst. Maar als het misgaat, dan had je weer gelijk. Dus aan beide kanten zit je altijd een beetje aan de goede kant. En durf je niet zo goed iets te zeggen waarvan je de uitkomst niet zeker weet. En dat wel eens negatief kan zijn. Terwijl jij zou zeggen dat het positief was. Je zit hiermee dus eigenlijk altijd aan de goede kant. Want waarschijnlijk is het zo dat in je leven je wel eens andere uitspraken hebt gedaan. Of dat je misschien wat positiever was. En dan ben je gestraft doordat dingen anders liepen dan jij gehoopt had of gedacht. En de reactie daarop heeft zo'n impact op jou gehad dat je dat risico niet meer durft te nemen. Je gaat dus altijd allemaal uit van iets dat negatief is. Zodat je altijd aan de goede kant blijft staan. Een ander voordeel dat pessimisten hebben uit het pessimistisch zijn is dat ze zichzelf daarmee in kunnen dekken. Niet alleen maar met het vorige voorbeeld dat ze altijd aan de goede kant staan, maar ze hoeven ook eigenlijk niks te doen. Want in hun leven zal er weinig gebeuren omdat ze toch niet geloven in een goede afloop. Waarom zou je er überhaupt aan beginnen? Het geeft een soort schijnveiligheid. Het zorgt ervoor dat je altijd binnen je comfortzone blijft en die is heel klein, want alles daarbuiten is eng en mislukt, dus dat durf je gewoon niet aan.
Hè, het is die veiligheid, dat gevoel van, nou ja, dit controleer ik, dit ken ik, dit kan ik. Al het andere daarbuiten, heb ik geen idee van wat het is. Als ik er maar van uitga dat het slecht is of dat het negatief is, hoef ik er niet eens aan te beginnen. Een van de nadelen is bijvoorbeeld dat een pessimistische inslag, dus een negatieve manier van denken, kleurt je hele belevingswereld. Misschien weet je dat er niet zoiets bestaat als een realiteit. We hebben allemaal onze eigen subjectieve realiteiten. En degene die een negatieve houding heeft of pessimistisch is, zal altijd een meer duistere of een donkere belevingswereld hebben, waarin allemaal gevaren zich schuilen en allemaal uitdagingen die allemaal niet te nemen zijn, omdat ze toch zouden gaan mislukken. Die hebben een hele andere soort manier waarop ze hun wereld en hun leven ervaren dan mensen die positief zijn. Die zien ook alleen maar leuke dingen, die zien dingen, uitdagingen waar ze van kunnen leren. Dat is een hele andere manier waarop je het leven benadert. Pessimisme geeft namelijk bepaalde overtuigingen. Overtuigingen dat dingen niet zullen lukken. Overtuigingen dat je zelf misschien niet zo heel erg goed bent. Of dat iets wat anderen willen doen ook niet gaat lukken. Die overtuigingen zorgen ervoor dat je belevingswereld ook op die manier gekleurd zal zijn. He, zo werkt ons brein nu eenmaal. Een bepaalde overtuiging zal het altijd willen bevestigen. He, en daarom zal je dingen in jouw belevingswereld te zien krijgen die bevestigen dat de wereld duister is en dat de wereld donker is. En dat dingen te moeilijk zijn en dat succes altijd hoort bij andere mensen, maar niet bij jezelf. Op die manier krijg je een soort self-fulfilling prophecy. Dat betekent dat je, doordat jij je voorspelt wat er gaat gebeuren, ga je je ook daarnaar gedragen. Ik zal een voorbeeld noemen. Je hebt mensen die zijn pessimistisch en daar praat ik wel eens mee. En dan zeg ik, nou weet je wat, als je nou eens probeert eens positief in het leven te staan en ga 's ochtends vrolijk en opgeruimd naar buiten. Zeg een aantal mensen gedag en kijk eens wat er dan gebeurt. Dus doe het anders dan dat je gewend bent. Wat er dan wel eens gebeurd is, dat zou iemand dan naar mij terugkomen en die zegt van ja, ik wist wel dat mensen allemaal een beetje bozig zijn 's ochtends. Ik zei, maar hoe kom je daarbij dan? Wat is er dan gebeurd? Hij zegt, nou ja, ik liep op straat en als ik op een aantal mensen gedag zei, ja, de meeste mensen reageren daar helemaal niet op. En toen heb ik aan hem gevraagd, ik zeg, oké, maar hoe was jij dan? Wat was jouw uitstraling? Hoe liep je over straat bijvoorbeeld? En toen zei hij, nou, zoals ik altijd liep, een beetje zo. Ik zeg, je liep met een beetje een boze gezicht, voorovergebogen liep jij op straat. En dan verwacht je dat mensen vrolijk gedag zeggen tegen jou. Ik zeg, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dat is dus wat ik bedoel. Zo iemand verwacht dat de wereld hem niet zal begroeten. Dat is de reden waarom hij daar al van uitgaat, naar buiten loopt en al een beetje bozig de wereld betreedt. Met als gevolg dat mensen hem uit de weg gaan natuurlijk. En dan komt zijn eigen voorspelling uit. Maar dat komt doordat hij daar zelf initieert hij eigenlijk die reactie. En het gevaar van een self-fulfilling prophecy is dat het zich constant zal bevestigen. Omdat jij je zal gedragen zodat het uitkomt. Dat is de manier waarop ons brein nou eenmaal werkt. Bij pessimisten is dat ook de reden waarom ze heel moeilijk uit die spiraal kunnen komen. Omdat ze van het ene negatieve in het andere gaan. En ze constant op zoek gaan naar bevestiging voor hun uitspraken vanuit hun pessimisme. Mensen die negatief ingesteld zijn of pessimistisch zijn, die isoleren zich ook steeds meer. He, ze hebben niet zo heel veel met de buitenwereld, waar wel heel veel positievelingen in zitten bijvoorbeeld. En dat is een beetje verwarrend. Dus ze isoleren zich van groepen. En als ze al een groep opzoeken, is het een groep van andere pessimisten. Want dat zijn gelijkgestemden. En die gaan in ieder geval niet voor zorgen dat de boel een stuk vrolijker wordt. Want dat schiet helemaal niet op. Wat ik altijd heel opmerkelijk vind en ergens ook niet te begrijpen is de acceptatie die mensen soms hebben van hun eigen pessimisme. Mensen die zeggen dan, nou ja, dat is nou eenmaal zo in het leven, je moet ermee leven, je kan niet altijd maar vrolijk zijn. Je hebt pieken en je hebt dalen en je hebt mooie tijden en je hebt mindere tijden. En dat zit natuurlijk een kern van waarheid in. Het leven is niet hosanna en constant roze geur en maneschijn. Maar dat is ook niet wat positief denken is. Positief denken betekent dat je op een andere manier kijkt naar een tegenslag, waardoor het je niet zo'n dreun geeft. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Je hebt altijd te maken met tegenslag in het leven. Dat hoort bij het leven. Daar leer je ook van. Daar word je sterker door. Daar word je creatiever door. Je groeit daardoor mentaal. Zo, en ook fysiek trouwens. Hè, want tegenslag, tegenstand, weerstand. We doen niet anders als we naar de sportschool gaan. Dat is waar ons lichaam van groeit. Of dat waar ons lichaam fit van wordt. Dat is omdat je bezig gaat met jezelf. Maar het is vooral die acceptatie van een bepaalde karaktereigenschap die misschien wel voortkomt uit angst, maar waarvan men zegt, nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Het is nu eenmaal zo. Ik kan nu eenmaal niet anders denken. Dat is nou eenmaal niks voor mij. Die acceptatie,
dat zijn allemaal rechtvaardigingen voor het behoud en het in stand houden van een bepaald soort gedrag. Maar of je ergens nou positief naar kijkt of negatief naar kijkt, dat is een keuze. Het enige is dat die keuze maken we vaak niet bewust. We zijn ons niet van bewust dat er een keuze is en we laten ons leiden door emotie of door gevoel of door een trauma of door een angst. Je hebt ook mensen die zeggen, nee, maar ik ben helemaal niet pessimistisch en ik ben ook niet optimistisch. Ik ben gewoon realistisch. Ik heb dat zelf ook heel lang gezegd, omdat ik vond dat dat kon. Maar als je erover na gaat denken, wat is nou eigenlijk realistisch? Niks is uiteindelijk wat het is. Het is altijd wat je ervan maakt. Onze interpretatie, mijn subjectieve interpretatie, bepaalt wat iets voor mij betekent. Hoe kan ik het dan hebben over, ja, ik ben realist? Want iets dat ik mooi vind, of leuk vind, of spannend vind, vindt een andere totaal niet mooi, of leuk, of spannend. Uiteindelijk is het allemaal een keus. Uiteindelijk is het altijd een keus die we al dan niet bewust maken. De sleutel zit hem in, wat is het mechanisme achter die keus? Daar gaan we mee aan het werk. Een ander voordeel van positief denken is dat je dan denkt in oplossingen. Stel je voor dat er iets gebeurt, dan sta je om te beginnen al voor de keuze. Oké, wat gebeurt er hier en wat doe ik met deze ervaring? Laat ik mij demotiveren of leer ik van iets dat niet helemaal goed gaat? Het ene is positief denken, namelijk oké, hier ga ik van leren. Hierdoor zal ik beter worden. Dan heb je er iets aan, dan kan je er iets mee. Dan is zo'n ervaring een les in plaats van iets dat je demotiveert. Omdat je zoiets hebt van, nou ja, weet je, ik wist wel dat het niet kon. Hè? Weer die self-fulfilling prophecy. Daar kom je uiteindelijk helemaal niet veel verder mee. Positief denken zorgt ervoor dat je gaat zoeken naar andere mogelijkheden, andere opties. Misschien heb je wat over het hoofd gezien. Je komt steeds dichter bij een oplossing. En dat komt juist doordat het niet helemaal goed gegaan is. Maar het is een andere invalshoek. Mensen die positief denken, die zoeken ook altijd naar, wat kan ik hieruit leren? Wat is de les hieruit? Wat moet ik hiermee? Wat zegt dit mij? Die gaan heel anders om met situaties en die proberen altijd het maximale uit dingen te halen die er met ze gebeuren. Want dan heeft zoiets ook echt zin. Het duwt je de goede kant op met een bepaalde instelling of het duwt je naar beneden als je een andere instelling hebt. Ervaringen zijn subjectief en gebeurtenissen zijn neutraal. En wij maken er zelf de dingen van. Op het moment dat wij iets meemaken waar we een heel vervelend gevoel van krijgen, zouden we ons moeten afvragen, wat moeten we met dit gevoel? Probeer het vervelende wat je voelt daardoor, wat niemand fijn vindt, hè, het is een tegenslag, en probeer dan een oplossing daarvoor te verzinnen. Probeer het om te buigen in iets waar je wat mee kan. Ik heb hier zelfs een boek over geschreven, Mijn Leven, Mijn Keuzes, Mijn Gevolgen. Als je het boek leest, dan zal je zien hoe ik omging met allerlei tegenslagen die ik meemaakte in mijn leven. En vele mensen waar ik mee sprak of die het boek gelezen hebben, die vertelden ook dat je inderdaad leert door wat in het boek staat, dat je op verschillende manieren naar één en hetzelfde ding, ervaring, gebeurtenis kan kijken. En de variatie aan mogelijkheden, dat maakt ook dat je een keuze hebt. Van nou, nee, dit, ik wil niet me hier heel erg rot over voelen, want uiteindelijk heeft het ook voordelen. Want nou, en dan kan je zo'n aantal voordelen altijd opnoemen, in plaats van dat je altijd kiest om je te focussen op de nadelen. Dit is ook weer een keus die uiteindelijk bepaalt hoe je je voelt en of je dat je positief bent, negatief bent en de gevolgen daarvan. Iemand die positief is, die heeft een veel hogere mate van empathie. He, je inlevingsvermogen is heel groot. Je gaat eigenlijk uit van de positieve kant van dingen en je gaat uit van de positieve kant van mensen. Dat betekent dat je niet altijd op zoek gaat naar een bepaalde schuldvraag. Je probeert te begrijpen wat er is gebeurd. En dan kom je soms op hele andere conclusies dan als je voorbarig een conclusie trekt vanuit je pessimisme of vanuit je negativiteit. Als je empathie hebt, begrijp je dingen veel sneller en laat je dingen ook veel eerder los. Je blijft niet hangen in boosheid, kwaadheid, frustratie, omdat je het vanaf een andere kant belicht. Heel vaak heeft dit te maken met gebeurtenissen die niet meer te veranderen zijn. Je kan dingen in het verleden niet meer veranderen, je kan alleen maar zorgen dat het in de toekomst anders gaat. Maar probeer het dan af te sluiten. En dat kan als je er positief naar kijkt. Als je er negatief naar kijkt, blijf je die negatieve energie vasthouden met alle gevolgen van die. Wat dacht je van het effect op je fysiek? Het fysieke effect van positiviteit of negativiteit. Ik bedoel, als je op straat loopt, of als je om je heen kijkt, als je op straat staat, kan je zo zien
welke mensen een positieve instelling hebben en welke mensen een wat negatievere instelling hebben. Je ziet het namelijk aan hun houding, aan hun lichaamshouding. Mensen die heel positief zijn, opgeruimd zijn, vrolijk zijn, stevig met hun beide benen in het leven staan, dat zijn mensen die rechtop staan. Dat zijn mensen die de wereld tegemoet komen. He, en alles wat er gebeurt, zien ze. Ze zijn opmerkzaam. De kleinste dingen vallen ze op. Ze zijn alert. Ze zijn in het moment. Mensen die pessimistisch zijn of wat negatiever zijn, dat zijn altijd mensen die vrij geïsoleerd, vaak ook in elkaar gebogen, kromlopen, peinzend, niet in het moment zijn, zorgen maken over iets in de toekomst of zorgen maken over iets dat er gebeurd is, leven met spijt, leven vol met negatieve dingen vanuit vrienden, familie, dingen die ze al lang hadden moeten vergeven, maar waar ze maar mee vast blijven zitten. Ja, dat kan je echt zien aan een bepaalde lichaamshouding. En hoe langer je negatief blijft en pessimistisch blijft, hoe krommer je zal gaan lopen en hoe groter dat probleem uiteindelijk wordt, want dan is er geen weg meer terug. En het effect op het maken van keuzes. Beslissingen nemen vanuit een positieve invalshoek wil zeggen dat je meerdere mogelijkheden ziet. Dat je verder kijkt, dat je anticipeert, dat je overzicht probeert te houden, omdat je de mogelijkheden zoekt. Je zoekt in oplossingen, je denkt in oplossingen. Waardoor je van één en dezelfde beslissing kan je veel meer positieve dingen halen, veel meer mogelijkheden halen. Op het moment dat je negatief ingesteld bent en je bent pessimistisch, betekent dat je bijna alle mogelijkheden van iets, een situatie, een voorstel, een deal, een beslissing, dat je alle positieve mogelijkheden eigenlijk direct al elimineert. Want nou, het zal wel niet, het gaat wel niet. Het antwoord op elk voorstel is eigenlijk nee, want je gelooft niet in succes. Dus het heeft absoluut invloed op het nemen van beslissingen. Het effect van positiviteit op je geluksgevoel. Nou, dit lijkt me een no-brainer. Ik denk dat je er makkelijk van uit mag gaan dat iemand die een positieve instelling heeft, een optimist, dat die een veel groter geluksgevoel zal hebben dan iemand die negatief is. Dat is logisch, dat komt doordat alle denkprocessen anders zijn, waardoor alle ervaringen anders zijn, waardoor alle gevolgen en resultaten anders zijn. En dat heeft allemaal een effect op je geluksgevoel. Ik hoop dat ik met deze video een iets ander licht schijn op de term positief denken of een positieve instelling hebben. Vergeet niet, nogmaals, dit betekent niet dat ik niet geloof in dingen die niet goed gaan, of dat ik niet geloof in tegenslagen, of dat ik niet geloof in vervelende dingen die er kunnen gebeuren in het leven. Nogmaals, die zijn essentieel. Die heb je nodig. Je zal altijd moeten leren knokken. Je zal weerbaar moeten worden. En dat kan alleen maar door dingen te overwinnen. Door jezelf te overwinnen. Door uitdagingen aan te gaan. Door je comfortzone te verbreden. Je komt altijd in nieuwe situaties terecht. En dat gaat niet altijd goed. Maar hoe je omgaat met dingen die niet goed gaan, daarin wordt het verschil gemaakt. He, dus probeer jezelf te vangen in je eigen denkproces. Het is heel erg goed, daarmee kom je ook in het moment. Je leert je denkproces kennen. En ik bedoel, als je je eigen denkproces beter leert kennen, weet je hoe belangrijk dat is? Vanuit je denkproces komt je hele wereld. Dus als je dat enigszins begrijpt en enigszins kan sturen, heb je een behoorlijke grip op wat jij in je leven meemaakt. Nou, ik hoop dat het lukt. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze video. Ik wens je heel veel succes en tot bij de volgende video.